Welkom bij weer een nieuwe vlog. Joehoe! Heel fijn dit. Nou, ik word weer heerlijk verwend hier bij Cosmo. Door Jolanda. Die is mijn haar aan het feunen met ronde borstels. Dan wordt het heel mooi glad en krijg je een mooie golf aan de onderkant. Maar ik had goed nieuws en daar ga ik jullie zo meer over vertellen als Jolanda klaar is met feunen. Want je kan een makeover winnen. Nou, mijn touch-up die zit erop. Ik ben gegaan voor een lange, gladde look. En Jolanda en ik hebben iets leuks bedacht. Jij kan namelijk winnen. We hebben namelijk een hele leuke winactie. Als je je inschrijft, dan maak je kans op onder andere een makeover hier bij Cosmo. Jolanda, wat kan je daarover vertellen? Je kan winnen. We gaan ten eerste weer helemaal in de watten leggen. Kleuren, knippen, olieplek. Het is helemaal up to you. Top. En daar ga ik natuurlijk bij helpen. Maar ik geef ook nog een hele look weg van Josh V. Ter waarde van €250. En dan ga ik je helemaal stylen. Dus schrijf je in en win. Zo, en nu weer richting huis. Nick is er ook bijna. En dan gaan we lekker een hapje eten. Kijk nou hoe mijn haar danst. Jeetje. En ik heb net eventjes ontbijt gehaald hier in de buurt. Even wat vers fruit en wat lekkere dingetjes. En dan ga ik nu ontbijten samen met Nick. En dan gaan we daarna richting Wassenaar, want mijn zus viert haar verjaardag. En daarna ga ik samen met Jamie een roadtrip doen. En ik neem jullie mee. Hi. Hi. Sorry dat ik te laat was. Uiteraard, ik ben niet anders gewend. En wij gaan starten met onze roadtrip. Yay! Wij gaan naar Zeeland. En hoe gaat het met het dialect in Zeeland, Jamie? Dat is toch bluf, waar bluf vandaan komt? Ja, geen. Hoe praten ze in Zeeland? Geen idee, het is het zuiden. Ik ga even googelen. Wel zacht G. Zeeland. Nee, dat is Zulu. Dat is oosten. Oosten. Nee, we gaan even googelen. We moeten even erin komen ook nog. We beginnen net, we rijden nu nog bij mij om de hoek. Zeeuwse kust. Op de Zuidas. Maar we gaan nu aan de slag. En we zijn denk ik 2 uurtjes, 1,5 uur onderweg. Dus, leuk hè James? We komen net ergens achter. Ik heb dat nog niet verteld, maar we gaan naar een winkelopening in Sluis. Zeeland. En ik moet daar om 4 uur een lintje doorknippen. Om de winkel te openen. Maar het is allemaal Jamie's schuld sowieso. Wel nog. We hebben ons een uur vergist in de tijd. Het is echt heel erg, maar we zijn er niet om 4 uur, maar om 5 uur. Het is echt heel erg, James. Luister, jij komt altijd te laat. Dus nee, maar je kan niet een uur te laat komen. Nee, ik rijd nu nog links. Rij dan... Ja, wat wil je daar doen? Gewoon links en een plankgas. Ja, wat ben ik aan het doen? Wat erg is dit? 200 mag. Straks zijn er echt veel mensen die niet naar binnen kunnen, omdat er echt een lintje is. We moeten straks maar even die eigenaar bellen. Ja, ik ben hem straks wel eventjes... Oh, wat erg is dit. Kijk, als ik te laat ben voor mijn eigen afspraak of als ik haar moet laten wachten, dat vind ik niet zo erg. Maar dit zijn gewoon echt zakelijke afspraken. Daar kan je echt niet te laat voor komen.
Oké, okay, keep you posted. Hij is echt heel aardig. En we zijn echt al een half uur geen tankstation tegengekomen. En hiernaast dan zit Intratuin, dus ik ga het daar proberen. In de winkelstraat. Dus even kijken waar het feestje is. Beter laat dan nooit. Echt. We zijn er, James. Kijk, wat een prachtige winkel. En nu gaan we een feestje bouwen. Binnen in de winkel, maar we gaan nu... Als het goed is de officiële opening doen, dus dat wordt leuk. Excuses voor de kleine vertraging, maar desalniettemin super leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan er een heel mooi feestje van maken. Nou, dat was onze winkelopening en mijn batterij is bijna leeg en we moeten nog 2,5 uur rijden. Dus ik stop eventjes met filmen en zodra we in Wassenaar zijn, gaan we mijn batterij opladen en dan kunnen we weer door. Maar het was een feestje en we gaan nu richting huis. We zijn bijna in Wassenaar en Mick die is daar al. We hebben onderweg eventjes wat gegeten. We zijn in Wassenaar en Jamie heeft autopech. Ik heb altijd pech met de auto, dit is echt... Dus de ANWB is hier. We gaan eens even kijken wat er allemaal aan de hand is. Ja? Nee. We hadden niet overleefd. Ja, maar ze lekt ook vloeistof. Er lag hier een heel spoor naar de auto. Serieus, onwijs ver gereden, terwijl de bumper er half af lag. En er kwam een soort van vloeistof onder de auto vandaan. Dus ik dacht dat we dood gingen. Dus we hebben de ANWB gebeld. We waren eigenlijk gewoon thuis toen we erachter kwamen dat het zo was. Dus hopelijk kan hij het oplossen en kan Jamie straks weer richting Amsterdam. Anders moet ze hier blijven slapen in Wassenaar. See you. Tot de volgende keer. Ik vind het jammer dat je niet blijft slapen. Jammer dat je auto is gemaakt. Het is 2 uur. Het was een lange dag. Het was een lange dag. Rijden voorzichtig. Ja, komt goed. Geen ongelukken maken. Niet je bumper eraf rijden. Kan niet. Die is er niet al vanaf. Oké, ik spreek je later. Is goed. Doeg. Goedemorgen zonder zorgen. Nou, dit is wel een heel mooi uitzicht om mee wakker te worden, moet ik zeggen. Nick is alweer uit het tuinhuis. En want volgens mij is Morris er ook. En Olivia is al wakker. Dus ik ga even kijken. Zeeland en Wassenaar zijn wij weer onderweg naar Amsterdam. Goedemorgen, het is maandagochtend en ik ben weer eens onderweg naar kantoor. Ik heb echt een heerlijk weekend achter de rug. Ik heb redelijk kunnen ontspannen en uitrusten, ondanks dat ik op zaterdag eventjes op en neer moest naar Zeeland. Wat een roadtrip was dat, zeg. Jeetje mina. En dat eindigde dus in autopech voor Jamie. Gelukkig waren we net aangekomen in Wassenaar. En konden we daar de ANWB bellen.
zat dus heel haar bumper eraf gereden. Maar goed, we konden er om lachen. Het is een latertje geworden. En die volgende dag heb ik heerlijk ontspannen met mijn zusjes en met mijn neefje en nichtje, Olivia en Morris. Dus heerlijk. En nu weer volle bak aan het werk. Zo, nou, ik ben mijn weekend meteen weer vergeten. Het is 10 voor 11 en ik ben nu onderweg van kantoor naar huis. Ik heb geen tijd gehad om te lunchen en ik heb nog niet avond gegeten. En Nick ligt natuurlijk al lang te slapen, als hij niet op de bank op mij aan het wachten is. Maar wat een lange dag was dit. Ik was met styling en design bezig. En als je er eenmaal in zit, dan is het heel moeilijk om ermee te stoppen. En dan wil je het gewoon in één keer afmaken. We waren bezig met de styling van een nieuwe hoogzomercollectie. Dus het duurt echt nog heel lang voordat ik die aan jullie kan laten zien. Maar hij wordt echt fabulous. Maar goed, we hebben binnenkort een fotoshoot daarvan in Parijs. Dus dat moest ik even goed voorbereiden. Want ik ben donderdag niet meer op kantoor, want donderdag vertrek ik voor een bruiloft samen met Nick naar Kroatië. Het zijn een partij mensen die gaan trouwen. Maar goed, deze wilde ik echt niet missen. Dinsdagochtend en bijna op kantoor. Goedemorgen. Het is 5 uur en ik ben ietsjes eerder bij kantoor weggegaan, want ik heb een afspraak bij Jennifer. Ik heb echt een heerlijk dagje gehad op kantoor eigenlijk. Ik heb heel veel teksten gedaan, mails beantwoord en ik sta in de file. Potverdorie. Het staat echt helemaal vast, ineens, uit het niks. Maar goed, ik heb een heel lekker dagje gehad. Sandra van Bemonde was nog langsgekomen. Ik heb wat styling gedaan, heel veel mails gedaan. En nu dus eventjes naar Jennifer Hoeve. Nou, het zit weer helemaal lekker, Jen. Dankjewel. Nou, mijn banen zitten weer lekker strak. Moest echt even gebeuren, ze waren een klein beetje uitgezakt. Dus ik kan gewoon zwemmen straks op Kroatië en ik kan mijn haar nat maken en dat gaat allemaal goed. En ik ben nu weer onderweg naar huis. Ik moet eigenlijk nog eventjes een paar boodschapjes doen. Gelderlandplein. Koken. Dan komt Nick thuis en dan wil ik een keertje gekookt hebben, want ik ben echt nooit op tijd thuis. En hij kookt 9 van de 10 keer. I know. Heb ik het goed voor elkaar of niet dan? Maar goed, ik wil een keertje voor Nick koken. Hij heeft echt zo hard gewerkt deze week. En ook wat hele coole dingen voor elkaar gekregen. Dus dat moeten we eigenlijk vieren. Dus ik ga lekker wijntje halen. En even koken. En dan ga ik hem op die manier verrassen. Dus nog heel veel langs Gelderlandplein, denk ik. Als ik het red. Want het is nu 15:45. Oh, dan heb ik echt nog maar 10 minuten om iets te halen. Want dan gaan de winkels al dicht bij Gelderlandplein. Ik heb het gered. Ik heb taart gehaald, mijn lievelingswijn, Pouilly Fumé. En ik heb zelfs 2 cadeautjes voor hem gekocht. Kijk, bij de Douglas. Het zat op Gelderlandplein. Nou, ik weet zeker dat hij er blij mee is. Oh, wat ben ik toch een lieve vriendin, al zeg ik het zelf. Het is ondertussen dus 19:30 en Nick komt over een half uurtje thuis van werk. Dus ik ga nu eventjes koken. Ik hoop dat ik nog wat boodschappen in de koelkast heb staan. Maar ik wil hem dus eventjes verrassen en feliciteren met taart en wijn en cadeautje. Omdat hij dus een hele mooie deal heeft gesloten vandaag. And it's only the beginning. Dus ik ben heel trots op hem. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Vandaag mijn laatste dag op kantoor voordat ik naar Kroatië vertrek samen met Nick voor een bruiloft. En het is weer eens een heel drukke dag vandaag. Ik heb hem natuurlijk helemaal vol gegooid omdat ik donderdag en vrijdag niet meer op kantoor ben. Maar dat komt allemaal goed. En vanavond denk ik nog heel even gauw langs de Bijenkorf om de laatste spulletjes te halen. Nick gaat ook wat eerder weg bij kantoor zodat we dat samen nog even kunnen doen. En dan zijn we tot en met maandagochtend zijn we in Kroatië. En ik heb er zin in. En hiermee ga ik ook gelijk mijn vlog afsluiten.
Bedankt voor het kijken. Vond je hem nou leuk? Doe dan even thumbs up. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye bye! Ik ben 30. It's my birthday weekend. En ik ga nu richting kantoor om het samen met het team te vieren. En ik heb daar heel veel zin in.